السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيستا بروتس زيسس وكو بيستختي نجيبة. إنا لله وإنا إليه راجعون. Ja, ik vind het moeilijk, maar ik moet het weer doen. Het is een noodgeval richting de Umma-gemeenschap. Een oproep richting de Umma-gemeenschap. Het gaat om een Syrische zuster die overleden is, rahimallah. Deze zuster heeft geen verzekering, beste mensen. Heel veel mensen vragen ons de laatste tijd, maar hoe komt dat dat er zoveel inzamelingen de laatste tijd zijn van mensen die niet verzekerd zijn? Beste broeders en zusters, ik heb het vorige keer ook al in een video gezegd. Vele broeders en zusters komen uit oorlogsgebieden. Syrië, Irak, Palestina, Jemen en ga zo maar door. Deze mensen zijn gevlucht uit oorlogsgebieden. En die komen naar Nederland om veiligheid te zoeken. Die komen naar Nederland om een nieuw bestaan op te bouwen. En deze broeders en zusters zijn meestal de Nederlandse taal niet machtig. Ze doen op hun best om het Nederlandse taal te leren. En ze zijn natuurlijk ook hun trauma's aan het verwerken. En de laatste waar ze aan denken, beste mensen, is zo'n verzekering, subhanallah. Dat is de laatste waar ze aan denken. Geen inshallah, dat wil ook niet zeggen dat we deze broeders en zusters in de steek moeten laten. Maar om verder te gaan, beste mensen. Deze zuster, rahimallah, is op dit moment gewassen door onze vrijwilligsters en in kefen gestopt. Ze hebben ook de salatu janaza voor haar verricht en op dit moment ligt ze in haar koeling. Morgen, inshallah, met de wil van Allah, subhanahu wa ta'ala, als het bedrag vandaag binnen is, zullen we haar begraven samen met de andere broeder, waarvan wij 2 dagen geleden ook een inzameling hebben gehouden. Dus als het bedrag vandaag binnen is, zullen we haar en de broeder morgen, rahimullah, in Almere begraven eeuwige graf. De kosten, beste mensen. De zuster had nog wat goud van haarzelf. Dat hebben ze verkocht. De opbrengst is 2000 euro, alhamdulillah. Maar dat is nog niet genoeg. Zoals jullie weten, is het totale bedrag Almere eeuwgraf 8.500 euro. Dus 2000 euro is binnen. Stichting Najiba heeft nog 1000 euro van de vorige donatie. Dat maakt een bedrag totaal van 3000 euro. Dus we komen nog tekort 5.500 euro, beste mensen. 5.500 euro komen we nog tekort. Dus barakallahu fikum. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: wie moeilijkheden van een broeder of zuster verhelpt in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala zijn zij moeilijkheden verhelpen op de dag des oordeels, beste mensen. En het is ook onze plicht om deze zuster zo snel mogelijk te begraven. Ze is nu op dit moment is ze gewassen door ons, alhamdulillah. Janaza gebed is verricht. Dus de enige waar we op wachten is alleen maar de donaties, barakallahu fikum. Deel deze video en ja, doneer nog in deze laatste dagen van de Ramadan, beste broeders en zusters. Barakallahu fikum. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons allemaal te accepteren. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om al de zondes van de zusters te wissen, haar graf te verruimen, haar graf te verlichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om haar jannah te schenken. Allahumma ameen. En nogmaals, doneer omwille van Allah en deel deze video. En natuurlijk worden de beelden vervolgd, inshallah. Jazakum Allahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal ikhwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم ان شاء الله عندنا اخت سوريه لا اله الا الله محمد رسول الله. القصه ديالها انه مسكينه توفت ما عندهاش باش تخلص ولادها عندهم واحد شويه ديال الذهب باعوه جابوا 2000 ايرو. الجمعيه الناجبه باقي لها من واحد الجمع كانت قديم 1000 ايرو هي 3000 باش ندفنوا في ارمير 2500 المقبره الدائمه بحال قلنا لكم باقي خص 5500. الله يبارك في الجماعه الله يبارك في الاخوان المحسنين شاركوا معنا زيدوا صبروا معنا الله يجزيكم بخير الله يبقى معكم الله يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله وشكرا بارك الله فيكم.